Wat wij op dit moment het meeste zien bij ziekenhuizen is dat de ambities groot en divers zijn. Er lopen heel veel verschillende projecten. Die projecten die vragen wat van alle medewerkers in de ondersteuning. Ja, die ondersteuning is best wel complex. We hebben een groot deel centraal, die is voor iedereen bekend. Maar we hebben ook best een heel groot deel decentraal binnen de zorg georganiseerd. Denk aan kwaliteitsmedewerkers, logistiekmedewerkers, maar ook die patiënt komt bij een balie. Er zijn polykliniekassistenten, er zijn doktersassistenten. Het is een enorme grote groep van medewerkers. Dan moeten we zeker niet vergeten om de gehele ondersteuning eigenlijk in kaart te brengen. Ja, het begrotingsproces is op het moment echt heel ingewikkeld. Ziekenhuizen willen zoveel mogelijk handen aan het bed, want daar is het personeelstekort. Dat betekent dat je moet gaan kijken hoe kan je die mensen zo optimaal mogelijk ondersteunen in hun werk. Op het moment dat je geen keuzes maakt en je alles gaat doen, dan ga je in die begroting gewoon niet uitkomen. De benchmark ziekenhuizen geeft eigenlijk die bestuurders een objectief kader naar hoeveel formatie, hoeveel kosten, maar ook wat is de waarde van die verschillende ondersteunende diensten, hoe verhouden ze zich tot elkaar en met elkaar bepaal je welke verbeteringen zijn nou voor mijn ziekenhuis echt prioriteit. We besteden veel tijd dat die cijfers ook herkenbaar zijn voor de managers, want vanaf dat is het eigenlijk het startpunt om het gesprek aan te gaan over prioriteiten stellen. Maar ook daar waar het verbeterd kan worden. Waarom geef jij meer uit dan andere klinische, topklinische, algemene ziekenhuizen? Daar moet er ofwel een goed verhaal voor zijn, of we zien met elkaar de mogelijkheden om te verbeteren. Het eindresultaat is duidelijk zicht en hele heldere handvatten voor vervolgplannen.